We hebben aan Sportoasen onze verantwoordelijkheid genomen om op het gepaste moment onze sites te sluiten ter voorkoming van een verspreiding van het virus. En wij hebben uiteraard sindsdien ook niet stilgezeten. Wij hebben onzezelfde verantwoordelijkheid genomen, een heel uitgebreid protocol uitgewerkt met allerlei richtlijnen om aan te tonen dat wij op een gezonde, op een veilige manier onze sites terug kunnen openen. Die protocols die zijn voorgelegd aan de bevoegde mensen daarvoor. En wij hopen eerstdaags daar goed nieuws over te ontvangen. Vandaag is er spijtig genoeg nog geen datum, maar wij hebben er heel veel vertrouwen in dat die een van de komende momenten, een van de komende dagen, dat daar toch wel meer duidelijkheid over gegeven zal worden.